Ik ben Jeffrey, 25 jaar. Ik woon hier in Boksel. Ik werk momenteel in het groen. En binnenkort stage hopelijk. Hopelijk in de webdesign. Eventueel reclame zou ik nog kunnen. Ik weet het weer. Ik had het toen ook over stage. Dat is geen stage geworden. Hierna ben ik dus naar kazerne Oorschot gegaan. En daar grafisch design. En uiteindelijk heb ik ook gewoon gezegd van ik kan ook animatie. Dus ben ik gaan animeren. Voornamelijk heb ik nu heel veel voertuigen gemaakt. Of veel. Ik heb een aantal gemaakt. En die laat ik dan bewegen. Komt er wat informatie bij. En dat is dan hopelijk om mensen wat geïnteresseerd te maken in een baan bij Defensie. Ja, normaal gesproken zit ik natuurlijk op kantoor in Oorschot. En nu thuis. Nou herinner ik ook weer waarom ik zei zo ben ik. Dat heb ik heel lang ook gezegd. Ja, ik ben gewoon zo. Dus daarom doe ik dat niet. Ja, daar heb ik nou al geleerd om dat niet te doen. Dus niet te zeggen zo ben ik. Nou, ik kan gewoon nog meer. Ik ben wel een beetje klaar met het zeggen zo ben ik. Ik ben veel meer bezig met mezelf ontwikkelen. Wat heb ik ervan geleerd? Mijn mond optrekken. Ja. Want ik heb dus, toen ik nog in het groen werkte, heb ik gewoon wel laten zien wat ik kon. Aan mijn voorman toen. En mijn voorman zei van ja, misschien is het wel handig als ik jou naar een bepaalde dingetje breng. En zo ben ik dus uiteindelijk op BIOG terechtgekomen. En dus bij de werkacademie. En ook daar heb ik kunnen laten zien wat ik waard ben. En ik denk dat ik zo wel bepaalde stappen heb kunnen nemen die ik misschien niet had kunnen nemen als ik mijn mond niet had opengetrokken.